Lucinda, ondanks dat je de tweede wordt vandaag, heb je toch een glimlach van oor tot oor. Jawel, ja. Het was gewoon een hele mooie wedstrijd. En het is een wat explosiever parcours als van de week natuurlijk. En ja, dan is Marjan in explosiviteit zeker wel een stapje voor mij. En van Marjan verlies is natuurlijk geen schande dan. Nee, zeker niet gezien het feit dat je afgelopen zondag in naam iedereen de maat genomen hebt. Het gaat op het moment echt supergoed. Ja, het gaat heel erg lekker en het is fijn om dat iedere keer weer opnieuw te doen. Ja, zit je met je gedachten al een klein beetje in Denemarken? Ik denk de mensen om me heen meer dan ikzelf. Ik kijk gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Ik ken het parcours zelf niet en dat is eigenlijk ook wel lekker. Dan heb ik ook geen flauw idee waar ik me druk om zou moeten maken. Dus... Ja, van wedstrijd naar wedstrijd kijk je, zeg je. Welke wedstrijd is de volgende die jij gaat rijden? Ik rijd nog in Loenhout en Bredenen voordat het nieuwe jaar begint. Oké, en elke wedstrijd toch nog een klein beetje verbeteren? Dat hoop ik wel, ja. Nee, ik hoop zeker wel dat we nog een paar stappen kunnen maken, ja. Lucinda, veel succes in de komende wedstrijden. Gefeliciteerd voor vandaag en ik zou bijna zeggen tot ziens. Dankjewel.